Voor deze kleine screencast wil ik jullie meenemen in een van de nieuwe mogelijkheden van Joomla 3.7. Maar de mogelijkheid is niet nieuw, maar het is veel makkelijker geworden. Hoe maak ik een meertalige website? Zeker voor ons Belgen is dit niet onbelangrijk. Wie in Brussel woont, wordt er elke dag mee geconfronteerd. Maar ook wie een multinationale website heeft of een blog wil onderhouden in meerdere talen. Hoe kan ik in Joomla heel eenvoudig een website meertalig maken? Ik zal voor jullie vertrekken vanaf de laatste testversie van Joomla 3.7 die er momenteel is. Binnen enkele dagen, misschien weken, komt de definitieve versie uit. Dus als je dan de upgrade krijgt of een nieuwe site moet installeren, kun je ineens je meertalige site heel gemakkelijk, correct zelf invullen. Dus hoe gaan we aan de slag? Dus zoals bij het installeren van een gewone Joomla site, dus als je dus het bestand... Uw zipbestand van joomla.org download, installeert op uw server, krijg je automatisch, het is een installatiescript, als alles goed gelopen is. Dus ik kies mijn taal Nederlands, ik vul mijn websitenaam in, chat online, een beschrijving, ik geef een e-mailadres in, ik neem een gebruikersnaam, ik geef mijn wachtwoord twee keer in. Nu krijg ik hier een foutmelding, omdat ik op mijn localhost, op mijn lokale server, geen HTTPS gebruik. Als ik een site online plaats, zal ik altijd op zijn minst Let's Encrypt gebruiken om alle sites wachtwoord of tenminste ook geëncrypteerd over het net te laten gaan, zodat er geen wachtwoorden afgesnuffeld kunnen worden. Dus ik vul de gegevens in, de gegevens voor SQL database. Ik ga je nu geen uitleg geven over hoe je een Joomla site installeert, daar gaat deze sessie niet over. Dus ik ga enkel toespitsen op het aspect meertalig. Dus specifiek wat is nieuw in 3.7, maar ook eigenlijk wat is al in de laatste paar versies geleidelijk aan beter geworden. Heel belangrijk, voorbeelddata, geen installeren, het staat er ook naast trouwens, geen voorbeelddata installeren als je een meertalige site wil opzetten. Dus ik kies geen. En ik ga mijn site installeren zoals ik het met een gewone Joomla site altijd al gedaan heb. Het duurt heel eventjes. In die tijd wil ik jullie ook al eventjes vertellen over... Och, ik heb veel te weinig tijd. Ik had nog iets willen vertellen over custom fields en over hoe tof ik eigenlijk Joomla vind. In elk geval, hier zijn we gekomen aan de volgende stap en hier kunnen we onze site ineens meertalig maken vanaf de installatie. Die stap, extra stappen, installeertalen, dat is de knop die je moet volgen om een meertalige site te initiëren. Achteraf kun je al die zaken ook nog op je site doen, maar voor nu zullen we het eventjes eenvoudig houden en we zullen het allemaal vanaf de installatie doen. Dus standaard wordt het Engels altijd geïnstalleerd. En ook al heb je in het begin Nederlands gekozen als installatieinterface, toch heeft hij de Nederlandstalige taal nog niet gekozen. Denk eraan, als je dus uw talen kiest, want Dutch zit er nog niet bij. Kleine opmerking, Flemish bestaat ook, dus Nederlands-België. En spontaan zou je zeggen, van waarom nemen we die niet? Wel, mijn ervaring is dat heel vaak de vertaalbestanden of de taalbestanden voor het Vlaams niet gemaakt zijn, terwijl ze voor het Nederlands veel royaler aanwezig zijn en veel beter bijgehouden zijn. Daarom kies ik heel vaak, omdat toch maar de taal is, voor Dutch. Net zoals ik voor French kies. Walloon, ik weet niet of Walloon erin zit. Ga eens kijken. Het zit er zelfs niet in. Dus ik zie ook geen reden waarom ik een onderscheid zou maken. Het is dezelfde taal. En Duits voeg ik ook toe. Oké, volgende. Dus nu zie je die taalbestanden aan het downloaden en aan het installeren op mijn Joomla-site. Dat duurt heel eventjes. En voilà, ze zijn gedownload, ze staan erop. En nu ga ik dus de meertalige functionaliteit activeren. Ja, daar komen een paar opties bij. Installeer ik ook de bijkomende inhoud, dus de bijhorende inhoud. Dat staat hieronder ook uitgelegd. Dan zal er een artikelcategorie gemaakt worden per taal. En een speciaal artikel, een soort welkom artikel, maar daar staat gewoon een lorem ipsum in. Dus gewoon een artikeltje per taal, gewoon om de structuur al te zien.
De taalcode plugin ga ik ook installeren om Joomla een klein beetje praktischer te maken daar rond. En nu ga ik kiezen. Welke taal kies ik voor mijn beheerder? Spontaan kies ik voor mezelf, als ik de enige beheerder ben, voor Engels als beheerderstaal. Omdat ik dan, als ik iets moet opzoeken online, weet ik direct de juiste termen. Maar voor nu, voor deze demonstratie, zal ik toch Nederlands gebruiken, omdat we dan ook zien hoe alles heet. Excuseer. Wat is de standaardtaal van mijn website? Ik ga ook kiezen voor Nederlands. Maar als je meer gebruikers hebt of bezoekers hebt in het Frans of in het Duits, kun je natuurlijk ook die andere taal kiezen. En ik ga aan de slag. En nu is de site gemaakt. Gewoon eventjes de installatiemap verwijderen nog. Ik ga de website al even tonen. En wat zien we? Waar ik vroeger zo een heel eenvoudige site had, krijg ik nu al vlaggetjes te zien. Krijg ik nu al een menu in het Nederlands te zien, zoals je ziet. Een artikel in het Nederlands. En in een categorie in het Nederlands. En bovendien spreken ze hier over gebruikersnaam, spreken ze over wachtwoord, inloggen. Dus ga ik naar het Duits, dan zie je, dan is bijdrage, aanmelden, dus alles wordt Duits, Engels en Frans. Dus tot zover staan we eigenlijk al heel ver met een site die eigenlijk al alles in zich heeft om meertalig aan de slag te kunnen gaan. Dan gaan we eventjes kijken naar de beheerderszijde, want we willen natuurlijk een klein beetje de site aanpassen. Want zoals hij er nu uitziet, zijn we natuurlijk niet gelukkig. Hè? Laten we even beginnen bij het begin. De menu-items. Dus hoeveel menus zien we hier? Heel veel menus. Een algemene hoofdmenu. Een hoofdmenu voor Duits, Engels, Frans, Nederlands. Dus zoals je ziet, elke taal heeft zijn eigen hoofdmenu. En dan is er nog een menu specifiek voor alle talen, om het zo te zeggen. Of geen enkele taal. Daarnaast hebben we dus bij de artikelen. We gaan eventjes kijken hoe onze Nederlandse menu eruit ziet. Dus wat zien we hier? We hebben dus een startpagina. En we zien, die is gekoppeld met een Engelse, een Franse en een Duits menu-item. Stel je dat we willen een artikel bijmaken over de voordelen van open source software. Dus we gaan een nieuw artikeltje maken. Eigenlijk is het een nieuw menu-item. De voordelen van FOSS. En ik ga het gewoon koppelen aan een artikel. Individueel artikel. En nu iets heel leuks, wat er ook bij komt in Joomla 3.7. Vroeger kon je dus een artikel selecteren op dit moment. Maar nu kun je ook direct een nieuw artikel aanmaken. Dus ik maak een artikel aan. Voordelen van open source software. De Nederlandstalige Lorem Ipsum. Ik ga je niet te veel werk in steken om dat inhoudelijk inhoud te maken. Je kunt even de foto's en allemaal maken natuurlijk. Ik ga dat in de categorie Nederlands steken. En dat heeft de taal Nederlands. Dat is een Nederlandstalig artikel. En ik ga dat opslaan en sluiten. Oké. Nu is mijn artikel gemaakt en gekoppeld. En ik ga dat nog eens opslaan en sluiten. Oei, niet vergeten. Ook dit menu-item heeft de taal Nederlands. Niet vergeten, want dat is belangrijk. En het zit natuurlijk in de menu Nederlands. Opslaan en sluiten. Een klein bugje. Soms keer je terug naar de eerste menu die in de lijn staat. Maar dus als je dus gaat kijken naar je Nederlandse menu, heb ik dus een tweede artikeltje gemaakt. In het Nederlands, en het is nog niet gekoppeld aan een andere taal. Dus als we nu gaan kijken naar onze site, in Nederlands, zijn er twee items verschenen. Klik ik daarop, dan krijg ik dus mijn artikel te zien. Maar als ik nu naar een andere taal ga, vindt hij dat artikel natuurlijk niet, want het is nog niet gekoppeld.
Dus wat doet hij? Hij gaat terug naar de startpagina. Dat willen we natuurlijk niet, want we zouden graag hebben dat artikel ook in alle andere talen te zien is. Dus wat gaan we nu doen? Even kijken bij de componenten. En daar is er een nieuwe component, een nieuwe core component, Multilingual Associations bijgemaakt. Meertalige associaties. En nu gaan we op zoek naar eerst onze menu items. In het Nederlands. En wat zien we? Dus de startpagina, die is al gekoppeld voor de drie talen. Dat artikel is nog niet gekoppeld voor deze talen, of dat menu item. Maar laten we eerst eventjes onze artikelen gaan bekijken. Dat zullen we net hetzelfde zien. En ik wil dat artikel in het Frans en het Engels ook op de site hebben. Dus ik ga naar het Engels. En nu, dit is dus wat nieuw is. Nu zie je dus twee keer naast elkaar een artikelpagina eigenlijk. En ik kies die doeltaal. Dus we hadden er juist Engels ingesteld. En nu kun je gewoon je artikel beginnen maken. Je kunt dus alles ingeven. Ofwel kun je zeggen, copy reference to target. En dan gaat hij gewoon heel het artikel kopiëren naar hier. Waarom is dat interessant? Als je bijvoorbeeld foto's hebt of zoiets, dan worden die foto's ook ineens overgenomen. Want vaak zul je zelf de foto's gebruiken in een andere taal. English lorem ipsum. Ik wil dat dat gepubliceerd is. Nu heb ik gemerkt dat de categorie ook niet wijzigt. Dus eigenlijk lijkt het mij logisch als je een gekoppelde categorie hebt in een andere taal, dat die eigenlijk ook ineens die andere categorie gaat kiezen. Ik heb dat als een bug gemeld bij Joomla. Daar was een klein beetje discussie over. Zullen ze het doen, zullen ze het niet doen? Dat hangt af van de programmeur. Misschien wel. Want ze vonden het wel een redelijk idee om dat te gebeuren. Dus ik ga ook de Engelse. Advantages of FOSS. En ik heb dus dat artikel in het Engels gemaakt. Save target. Ik ga nu kiezen voor French. Opnieuw copy reference target. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van ik ga nu mijn referentietaal verbergen. En ik ga gewoon verder. We zijn bezig met Frans. Les avantages du FOSS. Le lorem ipsum français. Dat is gepubliceerd. Opnieuw alles aanpassen. De categorie Frans. Taal is ingesteld. Oké. En ik ga dat opnieuw save target. Ik zou kunnen hetzelfde doen voor Duits. Opnieuw mijn referentie tonen. Maar ik weet dus niet hoe je dat moet vertalen in Duits. Maar hiernu kun je dus ook aantonen dat je eigenlijk kunt zeggen van ik ga andere talen gewoon een veel summierdere menu geven. Dat is een keuze die je kunt maken. Dus, en nu zijn die artikels gekoppeld, maar de menu-items nog niet. Dus wat ga je zien? Dus in het Frans is er nog geen menu-item bijgekomen. In het Engels is er nog geen menu-item bijgekomen. Nederlands wel. Maar als ik dus op het artikel klik, zie ik dus Nederlandstalige tekst. Als ik nu op een andere talige vlag klik, gaat die gewoon overschakelen naar dat andere artikel in die andere taal. Dus hij gaat dus wel de artikelen koppelen, maar hij heeft nog niet de menu-items gekoppeld. Dus dat gaan we nu ook doen. Opnieuw in die Multilingual Association. Menu-items. Ik moet dat ook allemaal advantages of FOSS. En natuurlijk, nu wil ik dat Nederlandstalige artikel niet, maar ik wil dus een Engelstalig artikel. Oei, het zit in de verkeerde categorie.
En dan moet hij in mijn Engels menu. Opnieuw hier zou je dat eigenlijk wel mogen aanpassen, denk ik. Maar hij heeft het dus nog niet gedaan. En voilà, mijn artikel. Save target. En ik ga mijn Franse ineens ook doen. Dus artikel wissen, selecteren. Dat is Avantage du Vos. Met Franse menu. En gepubliceerd. Save target. En ik sluit het boeltje. Dus nu heb ik ook enkel mijn Franstalige Duitse associatie niet gemaakt. Maar dat weet ik, dat is een beperking, omdat ik niet genoeg Duits kan. Dus nu zie je hem hier wel staan. En dus als je nu naar het Engels gaat, krijg je ineens ook. Artikel te zien. Zoals het in de menu verschijnt. Er gebeuren hier nog een paar rare dingen, vind ik persoonlijk, in de URL, want dat hoeft er niet, allemaal niet bij te zijn. Dat is gewoon het artikel zo. Maar, dus dat is iets, heeft te maken, denk ik, met een nieuwe router. Waar ze mee gespeeld hebben in Joomla 3.7, maar die er terug uitgegaan is. Maar er zijn nog een aantal dingen die niet helemaal op punt staan, dus ze zijn ermee aan het werken. Dus, hè. In elk geval, ik ga dit ook melden als kleine bug. Hopelijk is dat in de 3.7 opnieuw opgelost en zal het niet meer aan de orde zijn. Oké, dat was het. Dus op die manier kun je dus ook contactpersonen toevoegen. Hier contactpersonen. Dus en categorieën, en kun je die ook gaan associëren. Je kunt zelfs RSS-feeds gaan, nieuwsfeeds gaan toevoegen. En die kunnen ook verschillend zijn per taal. Daar ga ik nu niet op in, dat is niet de essentie van deze kleine tutorial. Ik hoop dat het voor u inspirerend was. En als je zelf op het idee komt of ooit een meertalige Joomla-site maakt, hieronder in de commentaren een duimpje omhoog en plaats eventjes een link naar uw site. Ik zal met plezier commentaar opgeven. Succes en tot de volgende keer. Dag!